Ja, geluid. Dit wordt georganiseerd, beste mensen, door de Jongerenraad en een klein beetje door de gemeente Staphorst. Applaus voor de Jongerenraad. Degene die niet klapte, zijn leven de Jongerenraad. Hier zitten. En ze hebben zo'n ding om, hoe heet zo'n ding? Kijk eens, is dat te verdienen? Is dat te verdienen? Heel goed, kwestie. Wat wil die, wat doet die, wat wil het CDA? En de klok gaat lopen. En als hij dan bovenaan staat, applaudisseren we gewoon binnen in zijn zin, dan is het klaar. Ja? Een minuut. Jacob Spieker. Ik ben Jacob Spieker, nummer 13 op de lijst van het CDA. Ik heb een kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, omdat ik vind dat er een verbinding moet zijn tussen lokaal, provinciaal en landelijk bestuur. En dat de regio, de gemeentes, goed vertegenwoordigd moeten zijn in die provincie. Dat het provinciaal bestuur niet wordt uitgemaakt door de grote steden, door Twente, maar ook door de kop van Overijssel. En wat zou het dan mooier zijn dan een kandidaat uit Staphorst in de Staten te hebben? Mijn naam is Anneke van der Belt. Ik kom uit Zwolle en sta plek 6 voor de ChristenUnie. En voor mij gaan verkiezingen heel erg over mensen en hun omgeving. En het gaat over een stukje rechtbrengen daar waar onrecht is. En dat doen we met elkaar, dat doen we samen. Want samen willen we werken aan een provincie en willen we bouwen aan een provincie waarin we met elkaar ook goed samen kunnen leven. Partij van de Arbeid. Goedenavond, ik ben Willem Sommer, ik woon in Steenwijkerland. Ik ben nu raadslid in de gemeente Steenwijkerland voor de vierde periode. En er is nu een kans gekomen om in de Staten te kunnen komen om echt voor het noorden van Overijssel, in de kop van Overijssel, om me daar verkiesbaar voor te stellen. Ik ben op plaats 14 gekomen. Ik had nooit verwacht dat ik nog een debatavond mee zou maken. Ik denk ook dat dit de eerste is en waarschijnlijk ook de laatste. Maar ik probeer toch zoveel mogelijk van wij als partij in de Staten voor zouden willen staan. Ik ben verklapt. Precies de minuut. Dank u wel. Lubbertalen, SGP. Ja, ik ben Lubbertalen. Een jaar geleden ben ik hier gestopt als gemeenteraadslid. En ik dacht de laatste periode van, is het wel zo verstandig dat al die kennis die we hebben, wat bij ons in de schepping is toevertrouwd, dat we daar zuinig op zijn. Dus we willen ook proberen om Gods woord ook in de Staten zeg maar, naar voren te laten komen, wat dat voor invloed heeft op het bestuur. En vandaar dat we ons toch echt gemotiveerd voelen om hier vanavond ook dit debat te voeren. Dank u wel. En ja, is iets over, hè? Wacht af. Simon Zandvoet, SP. Ga je gang. Hey, goedenavond iedereen. Mijn naam is Simon Zandvoet. Ik ben de nummer 2 van de SP. En ik vind het fantastisch dat ik hier vandaag mag zijn als enige partij die hier nog niet in de gemeenteraad zit. En wie weet kunnen we over 4 jaar ook daar veranderingen maken. En de SP is een partij die heeft een hele strenge, mooie ideologie. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En die drie kernwaardes gebruiken we in alles wat wij doen. Alle wetten, regels. De volgorde van de partijen alfabetisch. Regine. Dankjewel. Ja, goedenavond, mijn naam is Regine Koerts. Ik ben op dit moment fractievoorzitter voor de VVD in Overijssel, kandidaat nummer 2 op de lijst. En ik begin toch met te zeggen dat ik het waanzinnig leuk vind om hier te staan vanavond. Ik ben opgegroeid, geboren en getogen in Ravenen, dus het voelt een beetje als thuiskomen. Tenminste, wat heel veel mensen Overijssel aantrekkelijk beginnen te vinden, is dat de toestroom van mensen enorm is. Het gaat om mensen die hier willen wonen, ook mensen die hier komen om te recreëren. Dat betekent dat we voldoende moeten gaan bouwen. Dat is een van de dingen waar we ons kaars willen maken. Dus veel meer ruimte in de woningen gaan realiseren. Ook hier in Staphorst. Daarnaast een goede bereikbaarheid. Want als die mensen hier willen komen, niet alleen om te recreëren, maar ook om te wonen, maar ook om te ondernemen, moeten zorgen dat het vlot en veilig van A naar B. Het is helemaal geheim, moet je niet van tevoren te zeggen op wie dan het zijn. Tot zijn ouders is het duidelijk, dankjewel. Ik las van een bekend politiek. Op het moment dat de gemeente het zelf niet kan,
dan is de provincie het juiste bestuur om die taken onder te brengen. En niet in allerlei niet gekozen samenwerkingsverbanden. En wat hebben we nog aan de provincie dan? Oh, ontzettend veel. Nou, dat is wel mooi. Dat kan ik gewoon even doorgaan met mijn pitch natuurlijk. Ja, maar, ja, als wij geen provincie meer zouden hebben, dan zouden we alles in Den Haag moeten regelen. Dan kunnen we ons auto helemaal niet naar huis. Of je regelt alles in de gemeente. Nee, maar waarom is dat nu allemaal niet geregeld dan? Waarom moeten we daar nu al op wachten? Op het moment dat er alleen gemeentes en het Rijk zou wezen, dan zou je overal verschillende lobbyclubs gaan krijgen die apart naar Den Haag toe gaan, die niet democratisch verkozen zijn. Dus ik denk dat de provincie een soort regulerende werking, dat het alles toch een bepaalde stabiliteit houdt. Nou, wij zijn ook zeker voor de functie van de provincie. En dat heeft ook mee te maken dat we denken, samen sta je ook sterker. Dus op het moment dat je soms ook buiten gemeentebelangen enkel kan kijken, maar juist met gemeenten samen kan werken, kan je ook meer doelen bereiken. En dan gaat het inderdaad over regionale economie. En dan gaat het inderdaad over de energietransitie, die heel veel vraagt. En ik ben het er ook wel mee eens, hè. Kijk, we hebben bijvoorbeeld bij de jeugdzorg gezien, dat is gedecentraliseerd. Breedborg, mag uw stemming, als u nu zou moeten stemmen, doe een beetje lager huis, maar dan wel rustiger natuurlijk, hè. Moet ik heel goed, 3-4 roos. Fijn, over vooraan. Want wij gaan dit allemaal rood vragen. Ik dank u wel voor uw stemming. Misschien wil ik dat uw standpunt even is. Moet u breed worden. Ja, dat, als het om dit thema gaat, dan is het eigenlijk hetzelfde. Eenheidsworst bijna. Helaas, ja. Klinkt het. Ja. Maar de volgende stelling is... Klaas, ja. Kijk. Als we zo weer gaan peilen, mag u wat zeggen. Ja, dit is een thema wat in Stappers heel erg speelt. Nog lang niet uitgediscussieerd, maar... Ik denk, dit gaat Stappers ook zelf niet betalen aan de afrit. Dat wij een goede ontvangst hebben. Dat er een goede afrit is. Maar wat ons een beetje zorgen maakt, is dat als kleine gemeente, en ik praat als gemeenteraadslid, en dat hoort eigenlijk niet, maar ik doe het toch maar even. Als kleine gemeente dat niet kunnen bekostigen. En wanneer we samen een lobby... Dat mogelijk geld van de provincie naar de gemeente. Je bent er een jaar uit, dus je kunt er gewoon vrij uit spreken, dat snap ik wel. Heeft de provincie geld voor over? Nou, volgens mij ligt de eerste discussie nog hier intern, voor zover ik begrepen van waar willen wij überhaupt op en afritten. Ik denk dat het heel goed is dat dat eerst beslecht wordt, dat je met een gedegen plan dan ook een gedegen lobby kan opzetten. Op het moment dat er zo'n lobbydocument ligt en die keuzes hier zijn gemaakt. Een pleidooi voor zeg maar gewoon een iPad in de democratie, dat je gewoon altijd gaat stemmen van wat er nu eigenlijk leeft in de samenleving. Ik denk dat het belangrijk is dat het een groene of een rode. Nou kijk, ik denk dat het belangrijk is dat als wij dus niet, van nu weet ik dus niet waar ik het over heb, ga ik dus niet zeggen dat ik het wel weet, dan wil ik weten wat er gebeurt in zo'n stad of in zo'n dorp, waarom niet we dat willen. En ik ben als een bief. Ja. Vast iemand die een antwoord kan geven? Vast wel. Ik zie wethouders, ik zie raadsleden, ik zie belangstellenden. Waarom willen we dat in Staphorst? Niemand? En die heeft de kans, hè? Of waarom wil je niet? Dat mag ook. Ja, ik zie mevrouw de Rood. Nou, wij zijn 16 jaar lang ongeveer tegen geweest. Dus nog meer verkeer en het gaat ook meer die kant op. Dus het is ook logisch dat ze dan sneller naar de snelweg gaan. En die stofwonde is toch ook wel een beetje een gedrocht eigenlijk. Hebben gepleit voor het afgelopen jaar voor misschien wel een tweetrap, dat we zeggen we gaan in ieder geval werken aan die veiligheid door eerst een gedeelte van de oprit te verplaatsen naar het zuiden of dorp groeit aan de zuidkant, dus laten we daar ook een accent leggen voor onze ontsluiting van ons dorp. Maar ik wil ook zeggen? Ja. Ik heb even een vraag. Ik hoor een aantal keer het woord lobby langskomen. Ik heb even opgezocht en er staat systematisch proberen te beïnvloeden van de besluitvorming door belanghebbenden bij politici. Ik vind het eigenlijk heel jammer dat zo'n belangrijk punt bij een gemeente via een lobby uiteindelijk in Den Haag moet komen. Waarom wordt dat niet gewoon meegenomen door de provincie? Rechtstreeks en niet zo in die achterkamertjes. Klinkt toch wel heel erg stevig, jongerenraad? Voor 2025 zijn we onderzoek gedaan naar de Noorwegen. Laat zien! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roden. 9, 5, 8. Dat gebeurt dus, denk ik. Iemand twijfelt. Het verhaal uit de lijn, wat was het, Winschoten ergens in Groningen, dat heeft 30 jaar geduurd of zo? We zijn traag, hè, provincie. Ja, kijk, dat, weet je, dat is het lastige van een woord als moeten, hè? Want kijk, we willen het heel graag en we zetten ons er volop voor in, maar soms hebben dit soort dingen ook gewoon een lange adem nodig. Ja, ik heb de naam, dus het risico achter de paal. U hebt zich gestopt. De eerste man is nog donkerrood.
Die blijft wel doorgelopen. In de pauze door het werk te doen. Ik had nog wel vragen. Misschien ook namens meneer Stevenman. Dan misschien wel vragen. Dat is wel meneer Stevenman. Ik denk dat de boodschap hetzelfde is. Mijn vraag, en dat heeft ook een beetje met het vorige punt te maken. We horen heel vaak de gemeente mag het voortouw nemen. En dan pakken wij het over. En mijn vraag is eigenlijk een klein beetje. Heel vaak horen er ook financiën bij. En dat zijn vaak. Sluit nog even de lange baan. Op welke manier kan de provincie daar financieel aan bijdragen, zodat de gemeente ook die lobby, of hoe we het mogen noemen, meneer Kin, beter kunnen voeren? Waar is het zakken geld? Kom op. Ja, dat is precies mijn punt, hè. We kunnen van alles willen, maar we moeten volgens mij... Ja, we hebben gezegd, bedrijfsleven mag het overhalen, succesvrije markt, Grimmekamer, prijskoper. Nou, kijkkaartje is niet goedkoop geworden, de verbinding is ook niet veel beter. Maar dan ga je wel de juiste prioriteiten staan. Ja, onderwijs. Ja. Een vraag aan de zaal. Ik zie de microfoon in je hand. Dus. Ik heb een microfoon vast, maar eigenlijk is de vraag of u me sluit aan bij wat u net al is gedeeld. Eigenlijk. Want ik denk dat de begroting van de provincie niet is gedaald. Het geld om het saldo is omhoog gegaan. Is omhoog gegaan. Toch is het openbaar vervoer verzuinigd. Dus het is ergens, het is een prioriteit met geld. Het is ergens aan uitgegeven. En dat vraag ik me dan af. Ja. Het gaat om beter organiseren. Ja, absoluut. En dan ga je met minder geld ga je veel beter dingen organiseren. Ja. Nu gaan om 8 uur een aantal bussen weg die overvol zitten. Als je een uur eerder vertrekt, is die van 8 uur minder vol. Zo ingewikkeld is het niet. Ik ga de dagvoorzitter, de avondvoorzitter, hè? Ik zat in de ruimte dagvoorzitter. De stelling gaat over de snelweg, de verbreding van A28 en het verplaatsen van de afrit, of al dan niet verplaatsen. En we hebben net het openbaar vervoer gehad. Ik ben heel benieuwd of er vragen zijn in de zaal. Twee microfoons. Nog een keer aan nodig om. Die meneer is Steenwijk Land van de PvdA. Sorry dat ik uw naam niet weet. Willem Sommer. U zei net over de toeristen, laat ze maar komen. We moeten wel wat verdienen. Nou, ik ben laatst in Steenwijk Land geweest. Ja. En daar klagen ze erover van die sneden die er allemaal komen in Giedorf, waar u zoveel. Ja. Dat is succes, denkt u? Ja. Maar ze klagen erover dat ze er zo weinig besteden, dat ze er gewoon amper wat mee opschieten. Bewust er is. En in die tussentijd kunnen ze misschien ook nog een keer weer wat anders gaan doen in ons gebied. Want daar gaat het om, hè? Want het gaat om wel om de centjes te verdienen. Ik heb eigenlijk nog even een vraag over die afrit van de A28. Ik meen dat ik gehoord te hebben dat ze er al 16 jaar mee bezig zijn. En ik meen ook dat ik gehoord heb dat er eigenlijk geen geld is. Het is afgesproken dat er dit jaar in ieder geval een keuze gemaakt gaat worden door de gemeente Staphorst. Jullie daar tegenaan, want jullie vormen straks het beleid. Ja, voor mij, er wordt echt over gesproken met het Rijk. U zult mij als VVD niet wel aan uw zijde vinden in dit geval. Zeg van nou laten we investeren in bereikbaarheid en een goed vestigingsklimaat voor de gemeente Staphorst. Over snelwegen, bussen, treinen. Genoeg over gehad. Nu even pauze. We gaan uiterlijk 8:45 en gaan we verder met het debat over de duurzaamheid en industrie. En dan zullen de bedrijven en de energietransitie die ook net al eventjes had aan bod kwam, zullen dan uitgebreid aan bod komen. Drankjes, koffie, thee, fris, wat achterin zorgt voor de bodem. Ja, ik mag even staan. Kleurloos, partijloos, maar waarom moeten we dan stemmen voor het waterschap? Wat doet dan? Ik zeg het droge voet, maar kleurloos. Ja, geef ik uit. Kleurloos. Het waterschap. Ja, het waterschap doet een heleboel. Ik zal heel kort, aan- en afvoer van water, heel belangrijk. Schoonwater, dus het reinigen van het rioolwater. We hebben een gebied. Politiek, die wordt nu verkozen. Er zijn een aantal partijen, 8 verschillende partijen die daar mee doen. Het is gewoon heel belangrijk om ervoor te kiezen, want het is bijna het oudste democratische orgaan. En het gaat wel ergens over, want we kunnen van allerlei mooie dingen doen, en net zoals we ook hier net horen over weren en toerisme en van alles. Maar je moet het uiteindelijk allemaal wel betalen en het moet gewoon efficiënt gebeuren en tegen lage kosten. En je moet het goed doen. Minuut. Dus, dankjewel. Ik zie mijn minuut voor het waterschap. Nou, weer handig. 20 maart. Let wel, ook SGP is onder ons. Niet om 21 maart SGP, u hebt altijd op 8.